Oké, onze prachtige bolide. Zeker. De Focus. Oh. We hebben de GoPro erop gehangen. Even kijken of de GoPro de grond niet hangt. Maar tot nu toe gaat het. Hier is goed. Waar gaat hij dan? Wat is jij van de toppolide? Ja, ik ben man. Nou, net zijn we er mee naar de action geweest. Hier denk ik niet over te klagen. Dat is toch veel. Hoppa, daar gaat hij. Er kijkt meer volk naar die toppolide dan naar mijn 335. Echt waar. Maar die is ook luider, hè. Op zijn toer. Dat is waar. Mijn E31, andere E31. Zwaar. Dus het regen gaat ze bieden een zwaar beginnen, hè. Want we gaan... Nee, ja, ja. Zo is dat. Nou, dus... Die schop gereden. Dus, als je zwaar hebt, blijf. Hier zit de batterij. Hier komt het turbo, dus de batterij moet weg. Dus ik ga de batterij gewoon in het koffer zetten erin. Maar dus, ik ga aan die beginnen, de olie aflaten. En Carter kijken of daar onderuit gaat. Ondertussen, we zijn al met voorbereidende werken begonnen erin. We hebben al het afval van zwaar in de toering gegooid. En de batterij is er al uit. Dus gaan we deze kabel hier, de plus, die gaan we verlengen met de kabel die daar ligt. Langs binnen, zo ergens onder een zetel zo, en dan gaan we hier in het koffer ergens de batterij zetten. Ergens. Hier ergens denk ik. Zo hier. Want hier hangen al twee schone dingen om die vast te hangen. Maar dan gaat de drie is natuurlijk nog niet klaar met al 40 keer, jongen. Dat gaat Ray en Thomas doen terwijl ik de drifttoering de olie eraf laat en zo. Dus Ray, ik overhandig jou de camera, want het is niet zo interessant, hè, olie aflaten. Ik vind het echt spannend. En de klaperdeksel hebben we nog twee keer in twee video's naar elkaar. Keihard. Dus veel plezier met de camera en Thomas. Ray is het water in het zwart. Ja, ik heb nou weer ingezoomd, jongen. Ik heb een stomme zoom altijd. Ik heb niet gezoomd. Dus Thomas is professioneel bezig aan het zwaar. En heeft een probleempje ontdekt. Nou, je moet deze kant komen. Nou, we moeten naar de andere kant komen. Dat is best wel nat, ja. Dus ik denk dat we echt het interieur moeten gaan strippen, mensen. Ja, dan gaan we dat doen, hè. Gooi heel de pijt eruit. Hey, blauwkoek en. Nee, gisteren, hè. Dat was de auto zondag en dit soort kerel. Hey, witbeen! Ja, witbeen. Ja, dus, dat kunnen we straks wel opstokken. We moeten wel laten drogen, want nee, dus, ja, dan gaan we echt een rally look maken, hè? Gestript interieur, wat PVC buisjes, rolkooi erin. Maakt die tak. Ja, nu dan ja, zal niks anders opzetten. Dat is wel een ruime auto eigenlijk ook zo. Moet ik wat zwaartestop. Kom hier bij, Dre. Als die zwaartestop zit, is het echt. Die? Die andere. Die? Daar is hij zo meteen. Ja, dus ja. Strippen dan maar.
En ik ben redelijk ver met mijn dingen. Maar ik weet niet of het er onderuit zit geraken. Toch een spannende trede past. Kijk, ga jij maar terug werken, want volgens mij zit jij niet veel aan het doen eigenlijk. Jawel, ik heb het zelf gezegd. Ja, dat bedoel ik. Ja, de kaart is er bijna vanaf. En eens kijken hoe het hier zit. Maar het zit hier echt. Ik wou zeggen, eens kijken hoe we hier aan het doen zijn. Maar... Ja, heel dat ding zit verstopt. Ga jij het op handbus gekocht? 5 euro. 2007. Vervallen. Heel goed, smaak op. Dat boeit allemaal niks. Maar er zwaar zijn tapijtjes eruit. Is er wel afgesneden, ja. Ferm. Weet je al hoeveel jij jezelf aan het maken bent? Ja, dat weet ik. Oké. Vind jij het wel oké als je in de video komt? Je hebt mensen die anoniem willen blijven. Ja. Dat is zeker niet Niels Meurs. Nee, echt niet. Niemand anders. Die achter ons staat. Ja, weet ik. Nee. Ja, toen dat we werk mee. Hè? Dag, hè? We zijn begonnen aan de uitlaat. Dat stukje helemaal. Dat hebben we gewoon afgeslepen. Dan gaan we deze naar hier toe. En dan hier slijpen en dan nog een bordje omhoog maken. En dan dat ding van de turbo erop zetten. Waar hier ergens ligt. Dan gaan we de drie eerst slijpen. Slijpen. Kunnen voor het hebben. En wij niet aan het haakje op. Hé, waar is hij? Wie is de schoonmaak? Hij heeft een goede kabel ingeschoten. Jongen! Oh, we blijven het op camera staan. Oh, ik moet even bijna jaren hier. Ik ga erin, hij is gewoon niet aan de plek. Hey, die buiten in het hoofd, hè? Kijk, buiten een oom is dus gevangen. Even hier, nog niet meer uit. Kijk, hou je als je hier over staat. Dag, Dree. Huh? Hoe ligt het? Echt slecht. Snel, ik heb er net ook gelegen. Dat is niet top, hè? Nee. Weet je, ik had een goede techniek eigenlijk. Ik had mijn arm, de ene gewoon onder de schroefmachine, en dan mijn linkerhand had ik op het knopje natuurlijk. Dat had ik je misschien eerder moeten vertellen. Zo of maar. Nee, ja, nee, ik had mijn hand eronder. Ik had gewoon kijk, zo gedaan. Ja, maar ik had mijn hand daar zitten. Je zit gewoon daar. Het is een natuurlijke treehouding. Okay. Oké. Penske. Penske? Hoeveel Penske is er hier? Dus het interieur is ondertussen gestript, zoals je ziet onder drie. De zetels gaan er wel terug in, hè? De achterzetel ook. De stoel is Thomas aan het vastzetten, denk ik. Ja. En dan gaan we eindelijk doen wat we eigenlijk alleen wouden doen vandaag. Dat was in de kabel trekken. Ja. Dat was ons enigste doel. Ja, misschien. En van voren, alles is terug gedemonteerd. Alles is klaar, nee, niet last worden. Ah, nee, kan het. Zit je door? Ene. Hoi. Ja, dus het trainingen kaart is los, maar dat gaat er absoluut niet tussenuit. Tenzij dat je heel het subframe loshaalt. Dus dit los. Met die bouten en deze dikke bouten. En gewoon het ding van het stuur moet los. Zodat ik kan zakken, zodat je er tussenuit kan. Want kijk, hij ligt er gewoon los op. Maar je gaat er niet tussenuit. Het nadeel van dat is, daar stunt de motor op.
Dus we hebben hier het ding staan. Om een plak vast te houden. De motorsteun loshalen, van onder alles loshalen. En dan hopen dat ik de ding er tussenuit krijg. Maar ja, er is al niet veel gefilmd hoor, want ik ga alleen vandaag. Dus ja. Ik zal jullie wel wat updaten. En misschien als er nog iemand komt vandaag die wat kan filmen, dan zullen we een kleine update. Alles is los normaal. Hier de steun is los, daar de steun is los. De wielen zijn eraf, want dat is makkelijker. Schaarraam is los, stabilisatorstang is los. Alleen die vier, die en die en dan de andere kant, die vier moeten nog los. Dan zouden we gewoon moeten zakken. Dan zou er eindelijk de kaart moeten onderuit komen. Een beetje meer werk dan gerobd. Ja. Hij is er eindelijk onderuit. Oeh, er zit nog olie in. Maar dat is eindelijk wat tijd gekost om dit ding eruit te krijgen. Even neerleggen. We gaan eindelijk eens kijken hoe die er van onderuit ziet. Want hier gaat hij waarschijnlijk verstopt zitten. Hierin. En dat ding. Ofwel is het de oliepomp. Ja. Er zit een blokje als je kaart eraf haalt. En nu ga ik er dit ding eens loshalen. Eens kijken hoe dat kan eraf halen op een of andere manier. En dat zuiver maken en hopen dat het dan opgelost is. Ja, dus de kaart is eruit. Ik heb al een beetje zuiver gemaakt, want het was echt vuil. En ik heb al enig wat stukjes plastic erin gevonden. Ah, plastic. Die rode stukjes dan, ik weet het toch niet. Zo ja, daar zie je ook wat drijven. Het zijn allemaal stukjes van mijn oude pakking. Hier tussenin hebben gezeten. En ik hoop dat dat de reden is dat je te weinig olie kreeg. Dus ik ga het nou heel goed zuiver maken. En dan hopen dat het probleem is opgelost. Dus dit is een karterpan van binnen. Hier zit uw zeven olie aan te zuigen. Die gaat dan zo, dan ben je weer naar hier. Hier ergens. En hier zit de pomp. Ja, stik daar onder de auto aan. En dan gaat hij rond en dan valt hij terug in. Ja, dus hij is af. Eindelijk. Af. Ik moet er nog olie op doen en servo-olie. Dat heb ik niet meer, want het is al best laat eigenlijk. Ja, oh ja. Bijna 8:15. Zo is het terug op zijn plek. Het is echt op zijn plek. Dus morgen olie erop doen, maar ik ga niet filmen. Dus dit was het voor deze week. Dus like, abonneer en tot de volgende keer.